luisteren naar allemaal helden van mij. Ik vind het altijd heel fijn om ze te ontmoeten. Maar deze keer zijn er toch wel heel speciale gasten. Je herkent Mero natuurlijk, Emmy de Jong, Marc Legendre, Dido Drachman, het zijn veel namen deze keer, en Joris Mertens, alle vijf deze keer in plaats van vier, op ons podium van het stripsalon. Kurt Morrisons, die alle mensen probeert te verleiden om hier op het podium te komen zitten, heeft zichzelf overtroffen. Vijf mensen dus in plaats van vier deze keer. Waarbij ik toch wel bijzondere aandacht heb voor Mero. Mag ik Rob zeggen? Of, ja, zo word je aangesproken normaal in het gewone leven? In het gewone leven. Laten we het gewone leven van maken. Voilà, dat doen we zeker. Maar toch, gewoon, ik weet precies hoe oud Kiekeboe is, namelijk even oud als ik zelf. De eerste keer gepubliceerd in mijn geboortejaar. 45 jaar dit jaar. 45 jaar, had je verwacht dat het zo lang zou duren? Ja en nee. Die vraag werd in der tijd gesteld aan Charles M. Schulz, de tekenaar van de Peanuts. En daar hadden ze het ook aan gevraagd, had je dat wel verwacht? En die zei, ja natuurlijk, want anders was ik er nooit mee begonnen. nee, maar het is inderdaad een lange periode. En als je nu op terugkijkt, dan denk je, oeh, is het al zo lang, zoveel decennia lang. En dat het loopt en nog altijd loopt. En daar ben ik zeer, zeer dankbaar voor. Ja, je bent nog altijd nou betrokken ook vooral, hè? Ja, nog altijd, want ik ben wel een controlefreak. Moeilijk om los te laten? Het tekenen, dat kan ik ja, min of meer wel loslaten. Maar wat betreft de scenario's en de verhalen, de dialogen, daar hou ik me toch nog mee bezig. Want ja, ik heb ontdekt dat heel moeilijk is. Kijk, als een tekening niet 100% hetzelfde is, als iemand anders het tekent, dat is automatisch zo. Het grote publiek merkt dat niet. Het zijn alleen de kenners en zo die dat wel die verschillen zien. Dus dat kan. Maar als in een scenario, en zeker in de grappen, in de humor, als dat DNA niet klopt, ja, dat heeft iedereen gezien. Dus daardoor ben ik terug meer en meer zelf beginnen schrijven. Maar wel een tekenaar gevonden die jou heeft opgevolgd? Op dit ogenblik zijn er twee tekenaars bezig. Momenteel is Dirk Stallard nog eens een verhaal aan het maken. Hij gaat twee verhalen maken die vroeger voor me gewerkt heeft, nog een paar jaar. En die nu eigenlijk met pensioen is en dat doet en me heel veel plezier. En ik heb het van de week nog gezegd, het leuke aan Dirk is als je die, ik geef hem storyboards en als je er een plaat van terugkrijgt, je krijgt dus altijd veel meer terug dan dat je gevraagd had. Maakt me altijd heel blij als hij iets doet. Hij heeft dan een half woord genoeg en is een uitmuntend vakman. Zoals je nog maar zelden tegenkomt. En dan heb ik nog een jongere tekenaar, Steve van Baal, die vroeger nog voor mij gewerkt heeft, die opgegroeid is met de Kiekeboes en die eigenlijk die stijl heel goed aanvoelt. Maar die is momenteel ook nog bezig met Nachtwacht. En men is daar aan het werken dat hij volledig op de Kiekeboes zou komen, maar op het ogenblik verdeeld is zijn tijd nog onder de twee. En kan hij er twee per jaar tekenen, heb ik mij laten vertellen. Ja. Maar niet meer dan dat? Op dit moment niet, nee. En u schrijft sneller? Ik schrijf er twee per jaar, maar ik vind op mijn leeftijd vind dat meer dan genoeg. Emmy de Jong, ook welkom. Dankjewel. Jij hebt al ongelooflijk veel gedaan. Je bent ook zeer jong gedebuteerd, 17 jaar? Ja, ik denk 17. Ja? Hoe komt dat? Hoe is dat gebeurd? Ja, nou dat ging een beetje vanzelf. Dat was niet gepland, maar dat was denk ik omdat ik altijd aan het tekenen was, ook op de middelbare school. En ik woonde in Waalwijk, een stadje in Nederland, waar ik op een gegeven moment opgepikt werd door de lokale krant. En die zeiden van, goh, zou je het leuk vinden om elke week een klein stripje te maken voor ons? En volgens mij heeft niemand dat ooit gezien, want het was echt heel regionaal en het was ook best wel slecht. Als ik nu terugkijk, denk ik oei. Maar goed, ik was toen 17, dus dat vergeef ik mezelf dan nog wel. En vanaf daar dacht ik van, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Misschien moet ik dit gewoon gaan doen als baan. En
vervolgens een beetje die richting op bewogen. En nooit iets anders gedaan? Nee, 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 ik kan ook helemaal niks anders of zo. Dus ik ben blij dat het gelukt is. Marc Lejeune, goedemiddag. Goedemiddag. Misschien een beetje vreemde eend in de bijt. Een ander parcours afgelegd. Je bent begonnen bij de familie avonturen. Strips dan graphic novels gaan maken? Ja. Nee? Jawel toch? Ja, dat wordt zo genoemd. Ja, ja, dat wordt zo genoemd. Oké, daar zullen we het later over hebben. Blijft een discussie. Absoluut. En dan ook weer bij die avonturenstrips gekomen, Rode Ridder. Maar je gaat ermee stoppen. Ik ben ermee gestopt, ja. Je bent ermee gestopt? Ja, ja. Dat was, ik heb er 40 gemaakt en we hadden op een bepaald moment een soort evaluatiegesprek waarin gezegd werd, we moeten met de Rode Ridder meer de fantasy terug op. Dat waren de gloriejaren van de Rode Ridder met Karel Bidelo. En dat waren de verhalen waar iedereen heel erg van houdt. Dus over draken en cyclopen en reuzen. En voor mij is de Rode Ridder meer iemand die als ze in een dorp komt, en in dat dorp zouden ze zeggen, ja, er is een draak, dat hij zegt, draken bestaan niet. Dus ik ga bewijzen dat jullie voor de gek gehouden worden. Maar ja, dat rijmt niet met fantasy, dus ik heb het toch geprobeerd. Ik heb een standaard uitgeverij vroeg om toch een keer te proberen zoiets te schrijven, maar dat vrong langs alle kanten. Dus ik heb gezegd, het is niks voor mij. Iemand anders dan maar beter. En ze hebben iemand gevonden, Peter van Gucht, en ik denk dat hij dat heel goed zal doen. Ja, toch een moeilijke beslissing dan om afscheid te nemen? Ja, ik deed dat heel graag, maar ik denk wel terecht, die opmerking moet af en toe dingen bijsturen. De Rode Ridder bestaan nog altijd, denk ik, omdat ze dat regelmatig gedaan hebben, omdat ze altijd gezien hebben hoe wordt op dit ogenblik door de lezers, ja, hebben de lezers er nog iets aan, volgen ze het. En de Rode Ridder op dit ogenblik is een van de weinige reeksen bij standaarduitgeverij die niet achteruit gaat qua verkoop. Ja. En natuurlijk willen ze dat zo houden. Ik snap dat. En ik denk als we zouden verder gaan op dezelfde lijn, terwijl dat ziet dat die games en zo ongelooflijk veel succes hebben, dat het wel een verstandige beslissing is om een andere weg te kiezen. En welke andere weg kies jij? Ja, ik doe andere dingen. Meer dan genoeg. Meer dan genoeg. En hommagealbums bijvoorbeeld? Hommagealbum, zoals de Kikkeboes, ja. Ja, fantastisch. Dido Brachman, kom ik bij jou. Je bent de jongste. De jongste, minst gepubliceerd op dit moment. Maar toen Kurt zei dat je ging komen, wist ik meteen wie je was. En ja, dat is toch wel bijzonder, denk ik. Want dat komt omdat dat album De Zwanendrifters van 2 jaar geleden, denk ik. Ja, zo ongeveer midden in de coronatijd. Ik kan het gewoon nog navertellen. En dat is toch 2 jaar geleden gelezen. Dat vind ik van mezelf, ik heb niet zo goed geheugen. Toch wel ongelooflijk. Dus dat heeft echt indruk gemaakt, moet ik zeggen. Hoe ben je... Ja, het is je debuut, hè? Ja, dat is mijn debuut, dat klopt. Het is een heftig verhaal en het is ongelooflijk in beeld gebracht. Hoe heb je dat gedaan als debuut? Dankjewel. Ten eerste, ik weet niet. Het is namelijk geen autobiografisch verhaal. Ik krijg die vraag heel vaak. Maar het heeft heel weinig, behalve de locatie, heeft het heel weinig te maken met dingen die ik zelf ken. Het gevoel wel. Ik wilde gewoon een verhaal vertellen uit een gevoel dat ik ken, maar uit een situatie die heel anders was dan mijn eigen. Ik heb eraan gewerkt in mijn masterjaar van het Sint Lucas in Brussel, waar ik heb gestudeerd. Onder begeleiding van Judith van Istendaal, die hiernaast natuurlijk de expositie heeft. Ik ben altijd bezig geweest met de sfeer en de emotie van een verhaal. En ik wist dat dit een gevoel was dat ik wilde vertellen, meer dan welk verhaal het precies zou vormen. Ja, dat is ongelooflijk goed gelukt. Judith van Istendaal, je hebt haar zelf aangehaald. Daar heb je dus les van. Heeft zij heeft jou daarin begeleid? Ja, zelfs mijn begeleider. We kregen allemaal iemand aan wie je je meeste vragen stelt, je meeste begeleiding. Dus ik legde mijn verhaal, als ik daarmee bezig was, bij Judith voor. En ze kijkt er naar. Ja, ze heeft de Bronzen Halemar gewonnen. Eindelijk, moet ik daarbij zeggen. Echt wel, eindelijk. Is dat ook iemand, want je bent nog vrij jong, je kent haar dus wel al een hele tijd, denk ik, of niet? Is dat iemand die ook echt invloed heeft dan op jou? Ik bedoel, uiteindelijk heeft ze wel invloed op mij gehad. Maar toen, ik heb eerst gestudeerd in Nederland. Ik heb mijn master gedaan in het Sint Lucas. Dat is 3 jaar heb ik daar gezeten, want ik heb een schakeljaar gedaan.
Dus ze heeft op dat moment zeker invloed op mij gehad. En de soort van verhaal die ze vertelt heeft invloed op mij. Maar qua verhaalvertelmethode weet ik niet zeker of ik... Ja, nee, niet van tevoren in ieder geval. Nee, het is een van de eerste, nu zijn er wel heel wat, maar een van de eerste vrouwelijke striptekenaars in België dan echt, hè, die er echt succes mee gehaald heeft. In die zin, ja, jullie zijn allebei, hè. Jij hebt trouwens ook zo'n mooie prijs gewonnen, de stripschapsprijs. Amai, wat een woord, stripschapsprijs, ja. Zeg jij maar. Ik sprak er over. Ja. je bent wel een pak jonger, hè, dan jullie nog. Maar toch, het is wel belangrijk, denk ik, dat ook vrouwen die prijs nu eindelijk krijgen, niet? Want als meisje, dan ik zag als jong kind een striptekenaar als een man. Niet? Of zie ik dat helemaal verkeerd? Ja, dat vind ik een beetje een geladen vraag, omdat het dan meteen heel binair wordt. En ja, goed. Dat is een hele andere kwestie waar we het een andere keer misschien over kunnen hebben. Maar ik denk dat het in Nederland sowieso niet super vanzelfsprekend is om te denken aan striptekenaar worden. Nee, of het nou man of vrouw is. Nee. Ik weet het eigenlijk niet. In België wel of niet? Hier heb je natuurlijk wel een hele traditie van avonturen en familiestriptekenaars. Dus striptekenaar is misschien niet zo rare keuze. Goh, ja. Wij zitten met een traditie inderdaad van sinds... Ja, na de Tweede Wereldoorlog is met Willy van der Steen begonnen en we hebben generatie na generatie die opgegroeid zijn met die strips. En ook die figuren, Suske en Wiske, Jommeke Nero, ook de Kiekeboes ondertussen. Ja, dat zit zo in het collectieve geheugen hier. Iedereen, bijna iedereen kent die figuren. Begint nu wel iets af te zwakken. Vandaar dat men gemakkelijker... de keuze maakte, toch zeker mijn generatie. Ik ben zo de tweede generatie die makkelijker de keuze maken, we willen dat ook doen. Maar het was toen ook al opboksen tegen die reuzen die je toen had, zoals Van der Steen en Sleen en Nijs, om daartussen te wringen. Er zijn een paar mensen die daarin geslaagd zijn, Hek Leemans, Jean-Paul is daarin geslaagd, Willy Lindhout en ik. Maar er zijn dus ook ja... Een heleboel pogingen geweest en dingen gebeurd, ja, die dan ook weer verdwenen zijn. Het was ook in die tijd zo. Je kreeg ook geen subsidies of je kreeg ook geen schrijfgeld of zo, nee. Je ging naar een uitgever en dan moest je iets voorleggen en ja, die moest er commercieel iets in zien. En als ze dat dacht dat het commercieel was, dan wou je dat wel eens proberen. En als het dan lukte, ja, had je geluk en als het niet lukte, dan verdween het. Zo simpel was het. Of zoals jij, dan ging je bijvoorbeeld inken in een studio. Dat heb ik daarvoor gedaan. Voilà. En zo kan je ook in het vak rollen dan. Eigenlijk zat het nog anders. Ik wou mijn eigen strip maken. Maar ik moest dan aan mijn legerdienst toch doen. Dat was in die tijd nog zo. En ik zocht een job voor een paar maanden. Want ik moest nog naar het leger. Zo ben ik bij Willy van der Steen terechtgekomen. Waar ik toen op die paar maanden wel ontdekte dat ik nog heel veel te leren had. En daar ben ik dan uiteindelijk na mijn legerdienst nog 5 jaar blijven hangen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaat. Kan. Maar als je het nu terug ziet, de Kiekeboes, die bestaan al 45 jaar, dat is eigenlijk in Vlaanderen de laatste familiestrip die uit het niets via een krant, het oude businessmodel, ontstaan is en die het nog gemaakt heeft. Al de dingen die daarna gekomen zijn en succes hadden, zoals Urbanus, de Kampioenen en noem maar op, dus allemaal afgeleid van televisiebekendheid. Dus dan zie je er al die verschuiving. Dus het, zo makkelijk was het nu ook weer niet om... Om er mee te gaan verdienen. Ja. Ja, absoluut. Jongens, Mertens, je hebt al de hele tijd moeten zwijgen, maar nu is het aan jou. Ook welkom. je hebt ongelooflijk lang gewacht om te beginnen. Ja, ik heb thuis zitten wachten. Nee, jij komt zelf uit de film en... Ja. Aan familie heb ik niet. Nee, ik weet het. Nee, maar ik heb inderdaad een 30 jaar in film gewerkt. En televisie, hè? Ja, en pub, zoals we dat zeggen, reclamefilms. Ja. Want ik heb eigenlijk een grafische opleiding gehad, ook op Sint-Lucas in Brussel. maar ik wou niet beginnen als illustrator of in een drukkerij gaan beginnen ontwerpen. En ik zag... Toen op tv regelmatig het programma op de toenmalige BRT-première met Jo Rupke.
nog veel achter de schermen reportages van filmsets, ook in Vlaanderen en zo. En ik wou dat natuurlijk gaan doen, want dat zag er wel cool uit. En ik ben er dan ingerold en eigenlijk erin gebleven. Mm. En mijn voordeel toen was dat ik een van de weinige mensen was in de cinema, gelijk dat wij zeggen, die kon tekenen. En ik ben dus een beetje in storyboarding gerold ook. En daardoor heb ik veel met regisseurs samengewerkt en zo een beetje de filmtaal geleerd. De decoupage, shot tegen shot, assen tussen personages en zo van die dingen. En ik ben nu eigenlijk zo wat, jij wilde een vraag stellen. Nee, ik ga erop inpikken, maar ik ga je eerst even uitspreken, zeg maar. Nee, doe dat. Weet ik het al niet meer wat ik wou. Ja, doe, decoupage, filmisch, daar wou ik op inspelen natuurlijk. Hè, want Beatrice, daarom, ja, dat is een van de... Het juichen wat je hoorde, hè, van wauw, wat een filmisch is. Trip is dit eigenlijk. Beatrice, ongelooflijke tekeningen, zonder woorden is de strip volledig. En je kan hem ook ja, heel erg goed volgen. Hè. Fantastisch. Maar de tweede heeft mij meer van mijn sokken geblazen, moet ik zeggen. Bleekwater. Ja. Ja, echt wel. Ja, mijn idee was eerst, ik wou eens een keer een strip proberen. Ik was toen 49 ongeveer. En ik dacht, ik wil het eens proberen zonder tekst, om door mijn filmervaring, zien of ik dat kon, ja. Om een verhaal te vertellen volledig zonder uitleg. Dus eigenlijk zoals dat in film wordt soms gezegd, je moet het niet uitleggen, maar je moet het laten zien. En het ander idee achter het tekstloos debuut was om zo snel mogelijk in Frankrijk binnen te geraken. Ja, is gelukt hè? Ja, het moet dan niet vertaald worden voor een uitgever, een Franse uitgever, om het te begrijpen. Dus ik dacht, ik moet die drempel zo laag mogelijk houden, want als ik in België enkel blijf met dat boek, dan maak ik geen tweede, want dat is deprimerend. Dat is, want Beatrice zit nu denk ik op een goede 3000 exemplaren. Het zou misschien iets meer kunnen zijn, maar ja, dat kunnen niet veel mee doen. Dus ik dacht, ja, het is alles of niks. En dat is gelukt. Dankzij een paar mensen die mij hebben voortgetrokken en ook geïntroduceerd bij een uitgeverij in Frankrijk. Maar inderdaad, de tweede dacht ik van, ja, ik wil niet de man worden die stripverhalen maakt zonder tekst. Dus ik dacht, ik ga nu eilanden van tekst erin steken met nog altijd stukken zonder tekst. Want het idee is een beetje, de stukken zonder tekst is eigenlijk zoals dat je in een film zou zien, wat je muziek hoort bij het verhaal. Dus mijn probleem is ook, wat het daar straks al even over gehad, ik ben geen stripliefhebber. Nee? Nee, nee. Aha. Ik ben bitter weinig geïnteresseerd in strips. Oké. En als ik vroeger strips kocht, dan kocht ik ze voor de tekeningen. Dat mocht het slechtste verhaal zijn, direct voor de tekeningen. Want die verhalen, ik dacht, wow. Maar ik kocht ze eigenlijk als printboeken. Maar daar kan ik in komen, want dat is ook wel het eerste waar ik naar kijk. Eerst de tekeningen en dan, oké, kijken of het verhaal goed is. Ja. Op zich misschien niet zo gek. Nee, maar ik denk eigenlijk dat ik meer een gefrustreerde regisseur, acteur en cameraman ben. En dat ik zo op in mijn eigen grot mijn film maak. Ja. Om te zien ja, want wat is natuurlijk, dat is een groot verschil. Je gaat van groepswerk, televisie en film, is echt wel groepswerk, kan niet anders. Hè. Met heel veel mensen samen moet je daar een eindproduct afleveren. En dan ineens zit je er achter een tekentafel helemaal alleen. Ja, inderdaad. Dus, en? Valt dat niet? Ja, er zijn natuurlijk veel gelijkenissen tussen film en strip. Uiteraard de decoupage, het verhaal, het scenario. Maar het is iets helemaal anders. Als regisseur van een film of tv-reeks, of weet ik wat ook, dan ben je kapitein van een schip en dan worden constant gaten in dat schip geslagen. En er komen voortdurend mensen, je bent met iets bezig en ondertussen komen er mensen vragen, ja maar zeg, binnen 2 maanden moeten we deze vaas, maar die is wat kleiner en die draperie, moeten die oranje of rood, want die acteur die gaat iets blauw dragen en moet wel zien. En hoe hoog moet die dingen zijn? Ja maar ik weet dat niet, laat me gerust. En dat is, als regisseur, dat is een bepaald karakter, je bent een soort van leider.
die zal altijd kalm moet blijven, zelfs al weet hij het even niet, nog altijd doen alsof hij het weet. En ook een soort van rustige haven creëren voor de acteurs. En dat is iets helemaal anders als striptekenaar. Ik gebruik ook niet graag het woord striptekenaar. Waarom niet? Ben je dan wel? Ja. Tekenaar gewoon? Ja, auteur, tekenaar. Auteur, allee, auteur klinkt dan misschien wel in Vlaanderen een beetje wat pretentieus. Van, nee, helemaal niet. Van, daar ben je. Maar ja, dat is ook zoals mensen van dokters die dat zeggen. Ik ben geen dokter, ik ben arts. Dat is ook zoiets iets meer zo en ja. Voelt dat voor de rest ook zo aan, auteur? Lijkt me Wiedes, nee? Je bent auteur, je schrijft en tekent. Ik heb wel de laatste tijd dat ik me ook zo introduceer van ik ben stripauteur. Want striptekenaar klinkt toch een beetje hobbyachtig. Ja, ik ben blij dat jij het zegt, want ik durfde het niet zeggen. Maar ik ben striptekenaar, oh leuk, en wat doe je voor werk? Ja. Ja, dus inderdaad, je denkt, dan krijg je zo'n beeld van mannetjes tekenen. Terwijl ik heb een enorm respect gelegd voor Rob. Dus zo lang, zo hard en Mark ook. Dat is een enorm zware job. En op den duur heb je een personage gecreëerd en dat ligt vast. En daar moet in doorgaan. Er kan wel een beetje een evolutie in zitten. Maar dat is hard werken. Mark, ik zie jou voor ons een harde job. Ja, het probleem is dat ik dat nooit zo bekeken heb. Ik heb van mijn hobby mijn job kunnen maken, maar is inderdaad, want vroeger zei ik dat dan. Zei ik, nou meneer, dat is, eigenlijk is dat plezier van 's morgens tot 's avonds, maar dat wordt dat verkeerd opgenomen. Hè. Mensen denken dat ik dat meen, maar dat is voor heel veel mensen die hun job... Voor heel veel mensen is hun job hard werken, maar vinden ze het plezierig, dan merk je dat niet. Hè. Ik ben niet de enige die... mijn job graag doe en het daardoor niet als een hard werken job ervaar. Maar ja, het is inderdaad hard werken en we zitten hier nu met z'n vijven, maar ik kan wel nog veel meer mensen opnoemen die allemaal elke dag van het jaar ermee bezig zijn. Je kan op kerstdag, je kan op nieuwjaarsdag, je kan om 11 uur 's avonds nog die mensen mailen en die zijn bezig, die zitten aan hun tafel en die doen verder. Dus dat is behoorlijk hard werken, ja. En er staat ook geen eindleeftijd. Als ik werk voor de VRT, op 65 moet ik met pensioen? Ja, wij kunnen niet met pensioen. Nee, of willen niet? Ja, ik denk om te beginnen is dat een beetje lastig dat je op een dag zou beslissen, nu ga ik geen verhalen meer bedenken. Morgen sta ik op en ga ik niet meer verhalen hebben. Dus dat gaat gewoon verder. En zolang het kan en mag en dat er mensen zijn die het lezen, en dat is een cadeau hè, dat je dat mag blijven doen. Dus ik denk niet, ja, ik ga in ieder geval niet stoppen of op pensioen gaan. Het is allemaal de hoofdjob, behalve bij jou ben ik niet zeker. Nee, jij doet nog andere dingen ook, enfin, jullie doen allemaal andere dingen, maar jij doet ook iets anders dan stripauteur. Ja, ik illustreer ook. Ja. Dus ik doe nog ander kunstwerk en ja. Dat is het. Is dat omdat je dat ook echt graag wil en graag doet? Of? Nee, daar betaal ik mijn leven van. Ja. Ik bedoel, als beginnend stripauteur rondkomen, dat is succes. Hoe lang heeft dat bij jou? Ja, dat is anders dan vroeger. Vroeger hadden wij stripbladen. Ja. En je kon met je stripje, in de tijd dat Rob begon, ging dan naar een krant. Maar je kon ook het Weekblad Kuifje, het Weekblad Robbedoes, hier in Vlaanderen. En dan, als ze er iets in zagen, dan was je begonnen. En dan had je een stripje per week of 2 pagina's per week. En dat hielp, dat is dan in de plaats van die illustraties, dat is helemaal weggevallen. Als je naar een krant gaat, dan gaan de prijzen naar beneden, want ze kennen iemand anders die het voor nog minder doet en dan nog minder. En op lange duur moet je het gratis doen en moet je denken van ja, het is toch reclame, dus ik zal het dan maar... Het is heel lastig, denk ik, vandaag om in strips te beginnen en om iets ermee te verdienen. Dat is niet evident. Nee, Emmer Jong, bij jou is dat wel gelukt, maar jij doet dan ook ongelooflijk veel, hè? Je zit in heel... Ja. Maar wat ik ook heel opvallend vind aan jou, ik kende jou vooral van die graphic... novels die je maakt. Je hebt er al een heleboel op je palmarès staan. Maar nu ik verder gaan zoeken ben voor vandaag, jij zit ook mee in de avonturen- en filmstripwereld. Ja, ik heb wel heel veel verschillende dingen gedaan. Ik heb ook heel veel kinderboeken gedaan en ook animatie. Ik heb animatie gestudeerd, storyboards gedaan voor tv-series en ja, eigenlijk van alles. Dus. Ja, maar je zit ook bijvoorbeeld mee in de Wolfpack.
Ja, nou ja, dat was al een hele tijd geleden. Maar dus de Wolfpack was een soort brainstormgroep bij Standaard Uitgeverij, waarbij we met een kleine groep mensen gingen praten over de toekomst van de series die ze aan het maken waren. Maar het was meer, ja, het was niet zo dat de auteurs die in die groep zaten ook de auteurs werden van de strips. Het was meer een soort brainstormgroep met verschillende mensen. Maar dat vond ik wel heel leuk dat ze mij daarvoor vroegen. Omdat ik zei al bij de eerste vergadering van, ik heb echt helemaal niks van Standaard strips gelezen in mijn leven. Ik heb nog nooit een Suske en Wiske album gelezen. Nee. Ik heb nog nooit een Jommeke gelezen, niks. En zei ze, nee, maar dat is juist goed. Dan ben jij zeg maar die leek van de groep. Ik zei, oké, dat is dan mijn rol. Dus ja. Maar jij kent Michael Zonder dan? Ja, nou, zeker. Vandaar het. Ja, het is dat ik me vroeg me af. Jullie zaten ook samen echt aan tafel. In de Wolfpack. Twee keer, twee keer, want ik woon in het buitenland. Dus ik kan er twee keer deelnemen en dan hebben we elkaar ontmoet, ja. Zaten we ook naast een kant. Ja. Dat is Nee, maar Emmie, je hebt niks van al die strips gelezen. Nee, en toch ben je stripauteur geworden. Hoe kom je dan? Dat kan, hè? Ja, dat kan. Nou, ik ben opgegroeid met meer de Franco-Belgische strips. Dus mijn ouders hadden alle boeken van Robbedoes en Kwabbernoot, Lucky Luke. Ik had een abonnement op de Robbedoes ook. Dus ik was veel meer eigenlijk van de Dupuis, zeg maar, de Dupuis-stal. En dat waren mijn grootste inspiratiebronnen toen. Mm-hmm. Nog steeds. Vind ik wel leuk. Maar ik heb ook trouwens de hele Nederlandse strip ook overgeslagen. Dus de Gilles de Geus en zo had ik ook niet echt gelezen. Misschien één of twee bij de bibliotheek gehaald. Maar het was echt pas toen ik ouder werd dat ik zo nog even alles moest inhalen. Want ik had gewoon een soort gat in mijn opleiding van de strips die bestonden en die bekend waren. Ik heb nog steeds heel veel dingen niet gelezen. Dus ik ga nooit meedoen met zo'n stripquiz. Dat heb je wel eens op de stripdagen Breda, de stripquiz. Dat moet ik echt nooit meedoen. Ja. En hoe zit dat omgekeerd? Hebben jullie haar werk gelezen? Ja, ik heb haar werk gelezen. Ik heb al de mensen die hier zitten hun werk gelezen. Ja. Ja, ik ben eigenlijk hetzelfde wat Joris zegt. Ik ben geen striplezer. En hoe langer ik erin zit, hoe minder dat ik strips lees. Ook omdat je het te technisch bekijkt, als je ermee bezig bent zelf. En als je al een hele dag, ik denk als je een hele dag in een bakkerij werkt, heb je s'avonds ook geen zin meer om taartjes te eten. Dus dan lees ik liever een ander boek dan een strip. Maar ik volg het wel vaak, want ik wil wel weten hoe het evolueert en waar het naartoe gaat. En zie je daar dan evolutie in? Ik bedoel, wat tegenwoordig graphic novel genoemd wordt. Ja, tuurlijk zie je daar een evolutie in. Alhoewel, ik vind, ik hou niet zo van dat in hokjes opdelen. Ik moet altijd denken, Marianne Strapatti, die Persepolis maakte, een groot bestseller, die vond het vervelend dat ze dat een graphic novel noemde. Ze zei, nee, ik maak een beeldverhaal. En dat is eigenlijk hetgeen dat we allemaal doen. Het is die unieke combinatie van aan de ene kant beeld en tekst, of zonder tekst, zoals bij Beatrice bijvoorbeeld, dat maakt het. Maar over alle stijlen heen en alle genres heen, ik vind dat eigenlijk hetzelfde. Of je nu een publiek een geweten wil schoppen, je wilt ze ontroeren, ze wilt ze in spanning zetten, je wilt ze laten lachen, je wilt die lezer raken. En dat is iets wat we gemeenschappelijk hebben. Dus ik denk eigenlijk dat er meer is dan ons verbindt, dan dat er verschillen zijn. Je bent eens mens, ben je akkoord? Ja, ik vind dat wel heel goed omschreven eigenlijk. Maar ik vind het ook wel vreemd dat bijvoorbeeld in een film of in veel andere kunstdisciplines, zal ik maar zeggen, zijn er... Allee, ik kan natuurlijk alleen spreken vanuit mijn achtergrond, vanuit de film. Ik ken geen regisseur of zo die niet naar andere films kijkt. Mm. En ik vind dat vreemd, omdat ik het zelf ook heb. Ik lees niet zoveel boeken. Nu je zegt, ik ben op dit ogenblik de passen uitgekomen. Trouwens, een heel leuk boek.
Ik weet niet, Jean Blouten is in België, in Vlaanderen, is een zeer bekend muziekproducer, muzikant. Als je dat leest, dan zie je hoe die van het ene genre op het andere springt. Dat die van pop op jazz, op variété muziek, klassiek, en dat loopt allemaal door elkaar. En dat ik vind dat er bijvoorbeeld in ons vak wordt het nog een beetje te veel in hokjes opgedeeld. Dat vind ik jammer. Nog in hokjes, jij bent ooit genomineerd geweest voor dat heette toen nog de Libris Literatuurprijs. Ja. Sindsdien mag dat niet meer. Nee. met een script, alleen met een beeldverhaal. Dat is, daar kunnen we een hele middag mee vullen met dat verhaal. Dat is zo'n typisch voorbeeld van in hokjes denken en in hokjes duwen. Toen dat we die strip, toen dat ik die strip maakte, voor mij was dat gewoon een boek. Het was iets dat ik gemaakt had. Ik wilde een verhaal vertellen. Hij heette Verder, hè? Dat heette Verder, 2008. Ja. En dat was het een vervolg. Ik had een trilogie. Het eerste was Finistère. En dat boekje kwam uit bij Atlas in Nederland. En dat werd gewoon op de markt gezet. Zonder dat ze erbij zeiden van dit is een graphic novel. Maar iemand uit de een recensent schreef. Ja, de eerste graphic novel in Vlaanderen. En ik zat op Canarisch Eiland. En ik dacht graphic novel. Ik heb nog nooit over dat begrip gehoord. We waren onderweg naar huis. Ik ging in Montpellier in de Fnac binnen. Naar, hier, graphic novels. En ik dacht, oei, dat lijkt niet op dat van mij. En dat, zo is dat ontstaan ook. Heel dat gedoe daar rond. Van, is dat een graphic novel? En hij tekent niet. En hij drukt maar op een knopje van zijn computer. En, dus in één keer zat ik in het hokje van de graphic novels. En zo is dan die verder genomineerd als graphic novel bij Atlas voor die Libris. Waarop dan weer de reactie in Vlaanderen kwam, dat is toch wel een schande dat net hij met zo'n stom boek, dat er niet uitziet, is niet getekend, is wat experimenteren met ruis op computer, dat zoiets dan vooruitgeschoven wordt als het beeld van wat een graphic novel zou kunnen zijn. En wij ons overkwam, dat was echt zo met uitgeverij ook, dat was helemaal niet de bedoeling. En je blijft in dat hokje zitten en die boeken blijven graphic novel heten. En ik heb van in het begin aan iedereen proberen uit te leggen. Bekijk het nu eens gewoon, als zoals Rob zegt, een boek. Ik heb iets gemaakt waar ik dacht, ik wil een verhaal vertellen. Ik wil mensen raken. En is dat gelukt? Oké. En is het niet gelukt? Maar duw het niet ergens in. En door dat ergens in te duwen en door dat ook met andere mensen te doen, denk ik dat ze meer slecht dan goed gedaan hebben. Maar dat mensen zitten vast in zo'n dingetje en worden dan beoordeeld aan de hand van wat ze ernaast kunnen leggen. Graphic novels, dat is dit allemaal. En dan zit er zoiets tussen, dat ziet er helemaal anders uit, dat leest anders. En dat wordt dan vergeleken met die andere dingen en dan, dan is dat toch de slechtste van de hoop. Maar het is misschien geen graphic novel. Ook qua landen, we hebben het al even aangeraakt, zijn er verschillen. Emé, je hebt met Zidrou samengewerkt. Ik vraag me altijd af, hoe doe je dat? Zidrou, komt hij dan naar jou en vraagt hij dan, wil jij iets op dit scenario iets tekenen voor mij? Of solliciteer je daar meestal zelf voor? Wel. Meestal begint het bij de scenarist die een verhaal heeft. Soms helemaal uitgeschreven, soms is het alleen een idee. En die zoekt daar een tekenaar bij. En in dat geval bij Bloesems in de Herfst was dat scenario nog niet geschreven, maar hij had het wel gepitcht bij Dargo. Een uitgever waar ik ook een boek had uitgegeven en via die uitgever hebben wij contact met elkaar gehad. En hij vond mijn werk heel tof, dus wilde dat graag met mij doen. Maar ik heb toen eerst met hem afgesproken in Ronda, in Spanje, waar hij woont, om echt een week met elkaar te zitten en te brainstormen over dat boek. En hij wilde mij ook leren kennen en ik wilde hem leren kennen. Pas daarna is hij echt gaan schrijven, zeg maar pagina 1, plaatje 1, et cetera. Want hij wilde echt wel iets schrijven wat bij mij paste. En dat vind ik wel heel fijn, want ik heb ook wel eens scenario's gehad die gewoon al af waren. En dat wordt je dan opgestuurd, terwijl je elkaar misschien nog helemaal niet ontmoet hebt. En dat is toch heel anders. Ja. En bij dit boek met Zidrou wist ik in ieder geval van, dit komt goed, want hij weet wie ik ben en we hebben elkaar een week gezien, dus hij heeft in ieder geval een goed beeld gekregen van wat ik tof vind en wat ik waardeer in een goed verhaal. Ja, je schrijft heel scenario's zelf, maar het laatste is ook met een Franse auteur, Ingrid Chabert. Ja. Spreek ik het zo uit? Ja. Ja.
60 Lentes. Ja. Ook een Franstalige zei, ja, zei ja, je. Ja. Merk je daar verschillen in Frankrijk? Ja, strip is daar nog meer natuurlijk echt aanwezig. Staan die er ook anders tegenover? Ja, dat gevoel heb ik wel. Nou, Frankrijk is om te beginnen gewoon een veel groter land dan Nederland en Vlaanderen bij elkaar. Dat helpt al heel erg. Maar ook, het zijn echt stripliefhebbers en in alle leeftijdscategorieën. Dus vanaf de basisschool groeien ze gewoon op met strips. En dat stopt niet totdat ze in de doodskist liggen, zeg maar. Alleen maar strips. En dat vind ik gewoon heel prettig. Dat je daar, als je zegt ik ben striptekenaar, dan ben je dus niet een hobbytekenaar. Dan ben je gewoon een vakman, zeg maar, of vakvrouw. En dat vind ik heel prettig. Dat is denk ik een van de grote verschillen. En qua scenario's is het ook gewoon bij Ingrid, ja, dat was gewoon een heel goed scenario. Ik vond het heel erg fijn om met haar te werken, omdat zij personages schreef met heel veel verschillende lagen. Terwijl met vaak Nederlandse scenario's van degene die ik dan ontvangen heb, waren het vaak een beetje platte personages, soort stereotypes. En ja, daar ben ik dan best wel snel op uitgekeken. Terwijl dat boek met Ingrid, het hoofdpersonage, doet soms dingen waarvan je denkt van oei, dat zou ik niet doen. En je krijgt een beetje dubbele gevoelens van ja, dat is niet heel sympathiek. Maar ja, ik gun het haar wel. En oh, ja, dat vind ik interessant als dat gebeurt bij een personage. Het heeft lang op jou gewacht, hè, de Iris Javert, als ik me klopt. Goed herinner. Ja. Ze had het al lang af. Ze had het al lang af en toen, volgens mij in 2018 of zo, ben ik al begonnen met de eerste schetsen. Maar ik was ook bezig met Dagen van Zand en toen heb ik tegen haar gezegd van ik wil eigenlijk eerst Dagen van Zand afmaken. Maar goed, dat duurde 3 jaar. En ze had heel makkelijk naar iemand anders kunnen gaan, maar dat heeft ze niet gedaan. Dus dat vind ik heel aardig dat ze gewoon 3 jaar op mij gewacht heeft. Ja. Het verschil tussen België en Nederland, dat kan jij misschien wel heel goed duiden, Dido. Want jij bent Nederlands, uit Amsterdam, dacht ik. Ja, klopt. In Brussel dan gestudeerd. Dus de beide werelden toch wel leren kennen op stripgebied, denk ik. Ja, klopt. Is er een groot verschil tussen Nederland en België? Ja, ik bedoel, in België wordt veel meer strip gelezen dan in Nederland. Toen ik eraan begon, of toen ik erover... Ik heb eerst illustratie gestudeerd in Nederland. En eigenlijk wilde ik toen al strip tekenen. En mijn hele academie zat me tegen. Gewoon het feit dat ik dat wilde doen, dat namen ze niet serieus. En daarom ben ik ook begonnen als illustratrice of illustrator. En nog merk ik dat welke vorm van geld verdienen dan ook in striptekenen in Nederland is echt heel moeilijk. Wij hebben daar ook geen subsidie voor of dergelijke. Wel stimuleringsfonds, maar dat is eigenlijk een groter geheel voor meer strip, voor meer kunstfondsen dan alleen striptekenen. Ik merkte wel dat er ook gewoon een heel ander soort sfeer was voor de mensen die het dan wel wilden doen. En het verandert nu wel heel erg in Nederland, hoor. Ook mede mogelijk gemaakt door MB Succes. Wow. Nee, maar echt. Maar mensen nemen het daardoor wel serieuzer. Dat het een ding is dat je kunt doen. En hoe is de zwangerschap dus eigenlijk onthaald in Nederland? Want ik herinner het mij nog heel goed, dus mij heeft dat indruk gemaakt. Maar hoe is dat onthaald in Nederland? Het is een beetje moeilijk te zeggen voor mij, omdat het was dus midden in corona. Dus ik heb de recensies wel gelezen en daarin werd het goed beoordeeld. Maar ik heb niet heel veel contact gehad met de mensen die het lazen. Of ja, dat, zoals ik al zei, midden in de lockdown. Dus dat... een beetje vreemd om te zeggen. Hoe belangrijk is contact met publiek? Dan moet ik misschien eerst aan jou vragen, Joris. Maar hoe belangrijk is contact met publiek? Want dan moet je zo in ons handje gaan zitten ergens in een van de literaire ding of weet ik veel. Ja, nee, maar dan zit je daar ineens met je boek en dan komen mensen op je af, moet je signeren. Hoe voelt dat? Hoe gaat dat? Het is ongemakkelijk. Zeker in het begin, want ik kan niet goed signeren. Zegt van jezelf ook dat je niet goed aan kan tekenen, heb ik ergens gelezen. Hè? Ja, maar ik weet dat ik moet ermee stoppen, want ja? dat komt overal als een soort van valse bescheidenheid misschien. Maar ik voor mezelf meen ik dat wel, maar ik moet dat stoppen met dat in het openbaar te zeggen. Want ik ben constant op een rand van frustratie. Ik zit voortdurend op de rand van frustratie te werken dat het niet gaat en opnieuw en ik kan daar ook kwaad van worden. Maar ja, inderdaad, dat signeren in het begin ging dat echt, parels, zweet op mijn voorhoofd.
naar daar rijden al. En, maar nu begint dat beter te gaan, want ik heb zo wat tips gekregen ook van andere auteurs, van gewoon één tekening per boek, wat ik nu heb. Want ik had het er onlangs, daarnet met Mark ook over. Tot voor kort liet ik mij verleiden tot toch nog eens een keer een verzoek dat iemand kwam met een boek en van, kunnen dat personage daar in tekenen? Mm-hmm. Ik zeg, ja, maar ik kan niet goed tekenen. Allee, dat gaat niet, ik kan niet goed... Maar was in het Frans dan nog. Ik dacht, allee, ja, ik ga dat doen en ik begon daaraan. Ik kan ook niet goed vrouwen tekenen. En dat werd een afschuwelijk monster. Echt, dat was, met elke trek werd dat erger. En het werd zo erg dat het bijna grappig werd. Dus ik heb er nog iets bij gezet voor te lachen. Gelukkig stonden er dan nog mensen achter, dus die mens was snel weg. Dus die zit nu in zijn bibliotheek met een afschuwelijke teken in mijn boek. Maar ik voel dat voelt zo wat als een verantwoordelijkheid. Want mensen staan te wachten. Ik merk ook wel dat de rijen iets langer worden. En, want ik was onlangs ook... Ik was op het stripfestival van Saint-Malo ook uitgenodigd door mijn uitgeverij daar. En die geven mij meestal aan van dat zou ik doen, want dat is belangrijk. Dus ik doe dat dan ook. Maar ik was middags gaan eten met mijn uitgeefster en nog met Loiselle en Pont, die een godverdomse klootzak is. Ja. Maar dat zijn oude rotten, dus die beginnen daar te bestellen en nog iets voor te drinken. En ik moest om 1:30. En ik dacht, oh ja, het gaat nog gaan. En het duurde wat. En er was veel volk in het etablissement. En ik dacht, alleen maar dat eten gaat toch komen. Hè? En dat was er dan. Maar mijn uitgeefster, Nadia, een Franse uitgeefster van Rue de Sèvres, die slaagt er altijd in om mij te hypnotiseren om toch nog een dessertje te nemen. Terwijl ik moet ook wat afvallen. Maar die heeft zoiets. Joris. Een petit dessert. Ik dacht, Dus ik dan nog iets, een crème brûlée dan nog, nota bene. En dat kwam maar niet, en dat kwam te laat, en ik werd zenuwachtig. En die twee andere mannen die tegen mij zo, Dus uiteindelijk kwam dat daar en ik heb dat opgegeten en dan naar dat festival gegaan, nog verloren gelopen ook, want dat is zo'n middeleeuws stadje. Heel mooi, prachtig, prachtig locatie, nog verloren gelopen ook. En ik kom daartoe en er staat zo'n rij van 7 man voor mijn tafel. Want daar staat dan boven, Joris Mertens, zo'n plakkaatje. En van het moment dat die mensen nu zien, die hebben nu in het oog en dan gaat het daar zitten en dan begint het te zweten. Dat is allemaal om te zeggen dat een beetje... Ik ben het gewoon aan het worden nu, maar het is toch nog altijd een soort van opgave. Ja. Rob, is dat bij jou ook zo? Maar ik doe het nog zelden. Ik herinner me ooit, ik zat in het stripfestival, ik denk in Middelkerke, en naast mij zat chef Nijs. En wij hadden er een enorme lange rij, en naast ons zat een Franse tekenaar, en die zat dus tekeningen te maken, eerst zo in potlood, dan inkten, dan nog aquarel erover. Die heeft dan s'avonds nog een heel pak albums meegenomen naar zijn kamer om af te werken. En Jeff en ik, wij zaten er naast elkaar ons rij af te werken en kopjes te tekenen. En Jeff keek die op zijn, godverdomme, dat is een steelbederver. Blijkbaar is Franquin daarmee begonnen met tekeningen te maken. Bij zijn handtekeningen. Maar vroeger, ik weet nog, als je de oude albums van Hergé van vooroorlogsperiode of kort na de Tweede Wereldoorlog, die zetten gewoon een opdracht en een handtekening in. Bijvoorbeeld Jacobs, die was niet te verleiden om een tekening in een album te zetten. Nee, die zetten er gewoon een handtekening in. Maar dat is dus zo, in de loop der jaren is dat gegroeid en dan zetten er een kopje bij. Ik ben ook nog als kleine jongen gaan aanschuiven bij Willy van der Steen op de boekenbeurs en zo. Maar dat is dan geëvolueerd, dat er op den duur worden er dan heel de grote tekeningen te maken. En ik maak wel eens de vergelijking, dat is als je bijvoorbeeld naar een schrijver, Hugo Claus in der tijd, daar ging je niet naartoe en dan je zeggen, kun je eens een sonnet schrijven
in mijn bundel. Dus, maar van tekenaars werd dat verwacht en ja, dat is zo gegroeid. En waar ben zeg, ik wil even toegeven dat ik een van die mensen ben die dus schildert in zo'n boek. Want ah, ja. Mijn boek is geschilderd. Dus ik heb zoiets van, ik kan niet met een potlood een tekening maken van van zwanendrifters, terwijl het hele boek geschilderd is. Dat moet ik niet kunnen. Dus een van de stielbedervers. Ja, sorry. Maar dan heb ik toch wel spijt dat ik mijn boek niet meer heb. Ja. Nee, maar ik weet niet, ik ben toch ook wel heel erg gewend aan dat contact met het publiek. Want ik heb ook heel veel op zienebeurzen gestaan en mijn eigen werk verkocht, voordat ik zeg maar uitgegeven ben geweest. Mm-hmm. Dus een soort van de halve verkoper moeten zijn met je illustratiewerk of je strips of je prints of wat dan ook. Ja, dat heb ik altijd wel heel leuk gevonden. Zo'n festival zoals Paper Pencil hier beneden dan. Ja, dat soort dingen heb ik heel veel gedaan, zeker in mijn studententijd. Ja. En je bent ook internationaal heel veel vertaald, internationaal in verschillende landen vertaald. Ja. Reis je ook die landen dan allemaal af? Ja, dat probeer ik wel. Niet allemaal, maar het ligt er natuurlijk aan of een uitgever jou uitnodigt. Kijk, sommige landen hebben gewoon hele leuke festivals en andere hebben dat niet echt. Of die hebben niet het budget om jou uit te nodigen. Maar als ik een uitnodiging krijg, zeg ik meestal wel ja. Ik heb nog ook een hele stapel gênante signeerverhalen, maar ik weet niet of dat is. Ik heb een keer Moeten we misschien een avond erop? Oh, het is echt. Volgens mij kunnen we gewoon een nieuwe salon beginnen met gênante signeerverhalen. Maar eentje dan. Ik heb een keer in Frankrijk jaren geleden gesigneerd. En toen kwam er gewoon helemaal niemand. Volgens mij was het zelfs dat boek met Sidroe. Dus het was al mijn tweede boek. Maar er was een WK-wedstrijd, voetbalwedstrijd. En Frankrijk moest spelen in de halve finale. Dus iedereen zat gewoon lekker thuis tv te kijken. En ik had die signeersessie waar echt niemand kwam. Ja, dat is best wel gênant. En toen heb ik uiteindelijk gedacht, nou dan pak ik een boek en dan ga ik er wel wat gewoon intekenen, weet je wel. Maar goed, uiteindelijk moest ik dat boek dus zelf afrekenen. Omdat ik het dus niet, ja, ze konden dat niet meer verkopen. Dus het kostte me ook nog geld om daar te zitten. Dus als een tip, niet zomaar een boek pakken en het gaat. Dat doet er mij aan denken, ik heb ooit eens gehad, er kwam een vader met zijn zoontje. En die wou dus dat zoontje, dat die iets liet tekenen in zijn album. Maar dat kind wou dat niet, want dan was dat album geschonden. En dat was, ja maar als je er in die tekening hebt, dan is dat daarna veel meer waard. En een heel discussie, maar die rij werd maar langer en langer. Ik zeg, ja ik moet hier ingrijpen, en die kleine wou niet, die vader wou wel. Ik zeg, weet je wel jongen, ik zal het in potlood tekenen, dan kan je het daarna terug uitgooien. En dat was het dan de oplossing. Het is zo grappig. Ja, ik hou van dit soort verhalen. En ik ben er dus achter gekomen waarom boekwinkels niet willen dat je zomaar een boek signeert. Maar dat is omdat ze het dan niet meer kunnen terugsturen. Want ze kunnen altijd, als een boek niet goed verkoopt, het terugsturen naar de distributeur, de uitgever. Maar als er een tekening in staat, kun je het niet meer retourneren. Dus ja, dus niet doen. Ik heb nog één verbinding. Tussen jullie twee, Judith van Istendaal, ook jij kent daar ongetwijfeld vrij goed in medium of... Jullie zijn samen op Lesbos geweest. Ja. Klopt. Vertel eens wat je daar precies gedaan hebt. Dat was in 2017. Toen ben ik naar een vluchtelingenkamp geweest in Griekenland. En dat was omdat ik hoorde via een vriendin dat daar geen journalisten mochten komen. Dat was allemaal afgeschermd. Dan mocht je niet met een camera of een videocamera binnen. En ik was best wel bezig, ik was net klaar met Snippers, wat een dagstrip was, daar was ik net mee gestopt. En ik was dus bezig met, wat wil ik nu met strips? Ik wil iets totaal anders doen. En toen dacht ik opeens van, misschien kunnen we met een groepje tekenaars naar zo'n vluchtelingenkamp gaan, naar binnen gaan en tekenen wat daar te zien is. En dan heb je dus wel een visueel verslag en dan heb je dus niet die camera bij je en zo. Op die manier de regels een beetje omzeilen, zeg maar. Fuck the system en zo. En toen had de NRC, dus de Nederlandse krant, had gezegd van nou, als je dat gaat doen, dan gaan wij dat publiceren. Maar goed, ik vond het ook wel eng, dus ik durfde niet alleen te gaan. En toen heb ik Judith gevraagd en Melie Nieuwland, Nederlandse illustratrice. En zijn we met z'n drieën daar dat kamp in gegaan. En uiteindelijk meerdere kampen bezocht op dat eiland. En stripverslagen gemaakt van wat wij daar zagen.
die zijn ook allemaal gepubliceerd. Hè? Ja. Jullie in de Standaard, jij was in NRC? NRC, ja, en Amelie ook in NRC. Ook in NRC. Dat noemen ze dan graphic journalism? Nee, graphic journalism. Het hangt ook op de tentoonstelling, geloof ik. Zij is toen in Moria geweest. Ja, hier hangt het inderdaad ook op. Hiernaast kan iedereen nog naartoe gaan zo meteen als je wil. Maar het heeft best wel impact, want daar is best wel wat reactie op gekomen. Is dat niet iets, zou je het nog meer willen doen, ik zal het zo zeggen? Ja, dat weet ik niet, want ik heb er best wel veel emotioneel veel impact van ondervonden uiteindelijk. Dat je gaat als journalist, maar ook als stripjournalist naar zo'n plek waar je de verhalen van die mensen tekent die op het dieptepunt van hun leven zitten eigenlijk. Dus ze zijn al een oorlog ontvlucht. Ze komen uit Syrië en Afghanistan en Irak. Of ze hebben terrorisme ontvlucht of wat dan ook. En ze zitten daar eigenlijk in een kamp met muren en prikkeldraad. Ze mogen er niet uit. Ze mogen niks doen. Ze mogen niet studeren of een baantje of wat dan ook. En niemand wil ze. Er is ook een heel goed boek geschreven over de vluchtelingencrisis in Nederland. Dat heet ook Niemand wil ze. En dat is dan hoe je begint, zeg maar, in Europa. En als je dan als striptekenaar daar een verhaal over maakt en je gaat vervolgens met het vliegtuig lekker terug naar Nederland, naar je warme bedje, naar je warme douche, en je krijgt ook nog betaald voor dat verslag. Ja, dat zit niet lekker, bij mij in ieder geval. Dus ik heb wel het idee van, ik wil er nog wel iets mee, omdat ik het onderwerp heel belangrijk vind. Dus die vluchtelingencrisis wordt waarschijnlijk wel weer een onderwerp in mijn boeken. Maar ik zou het gewoon heel gek vinden om daar dan betaald voor te krijgen, bijvoorbeeld. Dat zou ik echt, dan zou ik eerder zeggen van, nou ja, de royalties die stort ik dan op de rekening van een goed doel of zo. Want anders vind ik het gewoon, dat zit me nog steeds niet lekker. Journalisten worden ook betaald, hè? Journalisten met woord. En journalistiek is zo super belangrijk en het is goed dat het bestaat. Maar ik denk dus niet dat het voor mij is. En Dagen van Zand gaat daar eigenlijk ook over, die ervaring. Ja, wou ik zeggen. Het gaat ook over, is eigenlijk ook meer journalistieke inslag. Ja. Maar het is al verder weg. Verder van je af. Ja, maar eigenlijk het verhaal van Dagen van Zand, wat over een fotograaf gaat, die gaat twijfelen aan zijn job. Dat is bijna 1-op-1 diezelfde ervaring. Dus al die vragen die ik had, die zitten daar wel in. Ja. Maar dat is minder aan je blijven kleven dan? Ja, zeker. Ja. Dus ik vind het ook heel knap wat journalisten doen, zeg maar. Dat had ik al, respect voor journalisten, maar sindsdien denk ik alleen maar van, hoe doe je dat? En wat knap, dat die mensen dat gewoon, die knop kunnen omzetten en zo. Ja, wat dat betreft is fictie is eigenlijk best wel een veilig genre. Er is niemand mee gemoeid, zeg maar, behalve de personages die je verzint. Komt er nog iets mee doen? Of wat zijn je toekomstplannen? Ik wil er nog wel iets mee doen. Ja, ik heb wat projecten lopen, maar ik kan er gewoon niet zoveel over zien. Dat is wel jammer. Iets? Ik ben wel bezig met een paar nieuwe graphic novels, waaronder één over de vluchtelingenproblematiek. Omdat ik vind nog steeds dat te weinig in de media voorkomt, terwijl dat gaat maar door en door. Dus dat wordt zeker een boek, maar wanneer, dat weet ik niet. Jouw toekomstplannen, Mark? Het loopt altijd wel iets. Mijn volgende album komt uit 23 november, Kind van de Rekening. En dat gaat over adoptiefraude. Het uitgangspunt is dat ik een heel raar ding vind. Dat je aan de ene kant heb je mensen die dus heel veel geld uitgeven, dure procedures, om een kind uit het buitenland te adopteren. En aan de andere kant heb je dan ook kinderen die hier zitten, al geïntegreerd zijn, maar doordat er iets fout is met de papieren van hun ouders of zo, die teruggestuurd worden. En dat was eigenlijk het uitgangspunt van het verhaal. Maar het klinkt allemaal veel zwaarder dan dat het is, want in een kiekenhoes moet er gelachen worden. Dat is zo, dat is absoluut zo. Maar er zit wel vaker iets in die kiekenhoes dat gewoon
Vooruitstrevend is, hoe moet ik het noemen? Ik weet het niet. Mijn stelling is altijd, ik wil een lekker verhaal vertellen. Ja. En er moet veel gelachen worden. Ik voel me altijd op de eerste plaats een entertainer. Maar als ik dan toevallig ook nog iets zinnigs te zeggen heb, ja, dan mag dat er mee in. Dat is zo altijd mijn uitgangspunt. Ik kijk er enorm naar uit. Marcus Zonder, wat zijn jouw toekomst? Ik had tijd om even te tellen, dus ik ben om 12 projecten bezig met 7 tekenaars. Nee, maar dat is nog niks. Dat is zo in het krabbelstadium en dat is eigenlijk het plezierigste. Dat is, je hebt met verschillende tekenaars die al een andere stijl hebben en een ander verhaal willen vertellen. En dan, ik ben dan met hen zo aan het aftasten en aan het een wereld creëren en... Er zullen er dan waarschijnlijk toch wel, hoop ik, 1 of 2 van verwezenlijkt worden. Maar in dit stadium is dat niet belangrijk. In dit stadium is het belangrijk en is het plezierig om gewoon 's morgens op te staan en wat te knoeien en te prutsen. Dan laat ik zo, ik zal zelf iets droppen. Bibel, komt daar nog iets? Nee. Er komt integralen, dus die worden gebundeld, de oude verhalen. Maar ook, het zou echt een moment zijn om dat te doen. Iedereen zegt dat ook tegen mij en ik denk, ik heb ook heel veel zin, want er gebeurt zoveel. Wat Bibel nu zou kritiek op kunnen leveren of wat Bibel zou kunnen gebruiken in die verhalen. Maar ik denk dat er geen uitgever dat nog uitgeeft, want je mag een heleboel dingen niet meer zeggen. Je mag een heleboel dingen niet meer doen. Je mag een heleboel dingen niet meer tekenen. Dus ik denk, als ik dat dan zou schrijven, moet ik dat dan zelf uitgeven. En ik heb al eens een paar dingen zelf uitgegeven en dat... kost alleen maar geld. Oké, Nello en Patras? Dat is nu net verschenen. Dat is net verschenen. Ja, dat hebben we eergisteren aan de pers voorgesteld. Okay. Ja, ja, dat ligt in de kathedraal. Ja. Dus dat is nu in het Nederlands, het Engels en het Frans op de markt. En de bedoeling is dat er misschien ook nog een Koreaanse en een Japanse versie van zou komen. Want in Antwerpen komen er heel veel toeristen jaarlijks naar de kathedraal. Eigenlijk speciaal voor dat verhaal van Nello en Patras. En dat is zo'n verhaal dat in het buitenland bekender is dan in Vlaanderen. En wij dachten, Griffo die liep met dat idee rond en die zei, is dat nu niet jammer, moeten we dat nu toch eens niet proberen, dat verhaal aan onze mensen, die er altijd lacherig over doen. En dat zoals bij Don Quixote, van ja, ik ken dat, dat is een ridder die tegen molens vecht. Terwijl dat verhaal veel dieper en veel breder gaat. En dat hebben we dus nu met Nello en Patras kunnen waarmaken. En nu hopen we maar dat het publiek inderdaad dat oppikt en dat verhaal eindelijk teruggewaardeerd wordt. Ja, en dan verder heden verse vis blijven. Ah, ja. Ik heb net gehoord dat, dat ze bij Apple tamelijk tevreden zijn, dus dat blijven we doen. Ja. Ja, dat is heel plezierig. Eigenlijk wat wij het liefste doen en wat ik eigenlijk met Charles Cambré, die het tekent, wat wij het liefste zouden doen is... Alleen dat, omdat we dan constant met onszelf kunnen lachen, het wereldje kunnen lachen en met al de serieus die er rond hangt kunnen lachen. Maar ja, eigenlijk is dat voor een niche publiek, voor mensen die een beetje van strips afweten en mensen die ons willen lezen. Dus daar kunnen niet van leven. Dus we moeten andere dingen erbij doen, zoals Amoras en... En dat kan je allemaal doen van op Tenerife? Ja, van op El Hierro, ja, dat is heel makkelijk vroeger. Toen wij gingen een wereldreis maken met een boot en toen bestond dat allemaal niet, die computers en die... toen hadden we alleen faxen en dan moesten we naar het havenkantoor een fax kon versturen en dat werkte niet. Dus dan hebben we die boot nog verkocht, maar moesten we nu vertrekken, dan zou dat allemaal wel kunnen. Want op een eiland zitten, dat is alsof dat je hier op het einde van de straat zit. Er zijn geen afstanden, maar toen wel. Een voordeel als triptiek naar Dido. Jij bent bezig met... Nee, je hebt al dingen gemaakt rond de Molukken. Over Nederlands-Indië en ik heb, maar het zijn vertalingen van gedichten eigenlijk. Ik heb ooit een gedicht vertaald van Jasper Albinus over Nederlands-Indië. En ik heb er inderdaad ook een over de Molukken gedaan, dat klopt. Maar dat zijn korte verhalen. Dat zijn korte verhalen? Ja. Ben je met iets anders nog bezig? Vanaf vandaag is mijn boek vertaald in het Japans. Zwanenpichters. Ga je naar Japan? Dat hoop ik wel. Maar voor de rest, ja, ik ben op het moment bezig met een hele hoop illustratiewerk voor een expositie in het Oranje Hotel in Nederland.
En binnenkort ook iets met het Speelkaartmuseum hier. Daarnaast ben ik wel bezig met het verre voorstadium van een volgend boek schrijven. En met een hele hoop projecten rond antologieën, dus weer kort verhalen. Dus een hele hoop kleine en verschillende dingen. Ja, een heel ver voorstadium zeg je dan? Dat moet dan in je hoofd blijven malen en draaien voor je er echt aan kan beginnen? Of moet je tijd vinden? Hoe gaat dat dan? Tijd vinden. Vooral tijd vinden. Dus het is een beetje een combinatie tussen nog een hele hoop willen lezen, zodat je een beetje je onderwerp van verschillende kanten kan bekijken. En tijd en ruimte vinden. En geld. En geld, ja. Ja, dus aan de ene kant je geld sparen, zodat je wat ruimte hebt. Aan de andere kant gewoon tijd vinden. Omdat, ja, het kost er een hele hoop tijd. Ook. Niet alleen het tekenen, maar alles eraan. Ja. En ik kan het meestal niet aan één stuk doordoen. Door het geld of gewoon ook omdat het om andere redenen? Ik denk omdat ik het moeilijk vind om aan één stuk door te schrijven. Vooral niet in het tekenen. Als ik eenmaal in het tekenen zit, dan kan ik aan één stuk doorgaan. Maar aan het schrijven heb ik ook heel veel denktijd nodig, denk ik. Ja. Ja. Joris Mertens? Jij? Ik moet bij wijze van vlucht vooruit mijn derde boek gaan afkomen. Ja? Maar dat is wel moeilijk. Ook dan weer omdat ik niet echt een stripliefhebber ben. En ik heb een paar... Maar je bent aangemoedigd voor de Wille van der Steenprijs, het tweede boek. Ja, want het eerste nog overtroffen en derde moet ik gewoon dan. Ja, inderdaad. Maar ik heb ook nog de Prix Victor Rossel prijs gewonnen van de krant Le Soir. Maar ik kende dat niet. Maar ja, dat komt natuurlijk door die culturele muur tussen Vlaanderen en Wallonië, Brussel. Maar je wilde graag een Franstalig gebied, dus fantastisch, toch? Ja, zeker. Ja, dat is, maar ik voelde... Maar ja, die Franstalige, want dat was dan ook de uitreiking was op de redactie van Le Soir. En ja, die Franstalige mannen, die kunnen altijd zo'n beetje meer de mayonaise toch nog een beetje meer opkloppen. Zo, en ik voel... Maar ja, ik flap er dan ook alles uit en ik had dan gezegd dat ik die prijs eigenlijk niet kende op het podium. Dus ik voelde mij een beetje alsof ik was uitgenodigd in de tombe van Tutankhamon en dat ik mijn cola ergens had gesmost. Zo voelde ik mij een beetje. Ik voelde mij echt... Maar het is inderdaad... Want in Wallonië, Brussel, worden meer echt bekeken als auteur, waar we het daar straks over hadden. In Frankrijk lijkt dat iets minder, maar toch ook nog tegen... Hier inderdaad zijn de striptekenaar, maar Ginder worden bekeken als auteur. Want dat was ook iets, een interview met BX1, een Brusselse regionale zender. En die mensen stonden beneden te wachten en ik automatisch door mijn verleden in de film had ik ook mee een statief meegepakt in de lift. En die waren bijna gechoqueerd, die twee mensen van die ploeg. Allee, dat moet je toch... Die waren echt verbouwereerd, dat ik gewoon mee wou, maar ja, het plezantste van de dag een beetje mee sleuren. Tegen van en altijd... onderdeel zijn van de ploeg. Ga je nog televisie- en filmwerk doen ook? Ik waarschijnlijk niet. Nee, je blijft wel tekenen. En uitgeven. Ik denk dat wel, ja. Alleen ja. Misschien nog wel richting storyboards en zo van die dingen. Ja. Maar ik moet voortdoen. Alleen niet moeten, maar... Het is moeilijk om nu weer iets op poten te zetten, om weer te beginnen. Ja. Zo, dat is het moeilijkste stuk, weer opnieuw beginnen. Ja, maar het is... Ik weet niet hoe dat bij andere mensen was, maar al die tijd dat ik aan die twee boeken heb zitten werken, heb ik ruimschoots een tijd gehad om tegen mezelf te zeggen van, wat zeg jij bezig? Nu 54-jarige stripverhaal aan het maken. Dat vreet enorm. En dat is zo een beetje de... Ik heb dat eens gehoord ooit. Een bekend kunstenaar heeft dat eens gezegd. En iemand dat werd beschouwd als iemand die heel mooi, interessant en goed werk maakte. Dat hij op dat niveau zat uit de angst om middelmatig te zijn. En ik kan mij daar iets bij voorstellen, dat je bijna uit angst van het is niet goed, dus ik zoek nog wat verder. Maar ja, dat is een toxisch proces. Ja. Dat je, op den duur, als je jezelf kent, dan gaat dat wel een beetje beter. Ja, heb jij dat nog, Emé? Ja, dat herken ik wel. Ja? Ja.
Ja, ik ben altijd de grootste criticus van mijn werk, zeg maar. Dus het moment dat de lezers en de redacteuren, iedereen is tevreden. En ik ben dan de enige die nog zegt van, oh, ja, maar het is niet goed genoeg en het moet nog... Ja, ik ontdek altijd de foutjes in de boeken en zo, omdat ik gewoon, ja, ik weet niet. Ik ben gewoon heel kritisch en... Ja, als ik dit al hoor, denk ik, oh ja, ik ben niet de enige. Ja. Maar dat zien lezers helemaal niet. En die zijn wel, denk ik, heel erg blij met wat jullie publiceren. Gaan we nog vragen uit de zaal doen? Of niet? Dan kijk ik naar Kurt en... Ja? Ja, oké. Okay. Zijn er mensen die zelf die ook iets willen vragen? Ik sta al recht. Ik ga al richting de zaal. Iemand? Niemand? Jawel, jawel. Ik ben iets om mezelf te halen. Oh, ja. Ik heb een vraag voor Robert in verband met de Kiekeboes. Ik stel mij voor, als je zo'n reeks hebt, het is straks heel even te sprake gekomen, op een bepaald moment heb je dan een soort stramien waar je in zit. En je hebt dus een aantal personages opgesteld en je kunt niet zeggen, ja, nu ga ik die plotseling veranderen in een superheld of zo. Heb je ooit gedacht, dat, spijt gehad van een personage, dat je zag van, waarom heb ik die zo gemaakt? En dat je je daar beperkt door voelde of zo? Eigenlijk niet. Je hebt de basiskern en die lagen al vrij goed vast. Maar bijvoorbeeld, ik was over het personage van Charlotte, was ik niet tevreden. En die heb ik op zeker ogenblik, ja, heb ik die wat meer ballen gegeven. Dat is het album Het Lot van Charlotte, dus dat heb ik bijgestuurd. Wat betreft de nevenpersonages, dat is altijd een heel vreemd, een vreemd gebeuren. Je lanceert een personage, zo is mijn moeder bijgekomen, onkel Vital, al die personages. En dan zeg je, ja, die komen er voor één keer bij. Dan denk je, hé, daar zit meer in. En vroeger, Peter Koeken, die jarenlang mijn tekeningen geïnkt had, en die had daar wel een goed gevoel voor, als er zo'n personage bij kwam, dan zei hij, ik denk dat dit een blijvertje wordt. En dat is ook zo. Soms komt dat, begin je met een personage en denk je, ah, daar zit wel iets in, maar die verdwijnt dan direct. Maar anders gebeurt dat wel eens een personage dat erbij komt. Maar natuurlijk, ze evolueren en ja, ik evolueer en die personages evolueren ook mee. Oké, okay, volgende vraag. Ik heb anders, mag ik ook een vraag stellen? Ja, jij mag ook een vraag stellen, absoluut, doe maar. Ik heb eigenlijk naar iedereen toe, iets dat ik uit mijn eigen beperkte ervaring weliswaar heb, is over personages. Je hebt de hoofdpersonages, maar je hebt dan zijpersonages die één of twee scènes meegaan. En ik merk dat ik daar soms meer plezier in kan hebben, omdat je daar meer specialiteiten in kan steken, soms meer extravagante personages, omdat je weet die komen en die gaan. Hebben jullie dat ook, dat je meer plezier soms hebt aan zo wat een klein personage erin laten komen? En dat je daar een beetje mee kan losgaan? Of is dat een beetje gelijk? Nee. Je kunt dus dingen uitproberen die je met je hoofdpersonages niet kunt. En dat gebeurt wel. En soms valt dat mee en dan blijft dat erin. Valt ook vaak tegen. Soms dat je denkt, hé, dit is misschien iets leuk, maar op het moment dat je eraan bezig bent, dan laat het vallen, want dat werkt niet. Ik vond op dat gebied bijvoorbeeld de Peanuts van Charles Schulz. Vond ik dat heel knap. Ze hebben nu na zijn dood hebben die hele reeks chronologisch uitgegeven. En Fantagraphics heeft dat gedaan. Ik vind het een fantastische serie. Deze is van 1950 tot het jaar 2000 dat hij gestorven is, achter elkaar kon lezen. En dan zie je hoe regelmatig hij dus experimenteert met figuren die hij erin brengt, personages en die uittest. En dan zie je die opeens verdwijnen. Blijkbaar werkte het niet naar zijn zin, maar dan een paar jaar later duiken die ineens terug op en dan doet hij er weer dingen mee. Ik vind dat heel, heel prettig opgebouwd. En ik heb het zelf ook al gehad, hoor, dat ik een nevenpersonage had. Ik heb op zeker ogenblik een halfzus van Marcel Kiekeboe opgevoerd die uit Amerika kwam. En dat stond dus vast, dat is eenmalig, die komt nimmer terug.
Totdat ik een paar jaar later een scenario aan het schrijven was. Ik zeg, ja, die past daar perfect in. En dus is toch teruggekomen. Dus ja, je hebt dat niet altijd zelf in de hand. Ja, dat wou ik zeggen. Ik denk dat zo'n personages, nevenpersonages en hoofdpersonages, op een bepaald moment leven hun eigen leven. En je kan op voorhand denken van, dat blijft een nevenpersonage, die gaan maar even een album meespelen, of dat hoofdpersonage, die heeft dat karakter, en je begint te schrijven en die worden helemaal anders. Die bepalen dat zelf, die bepalen meer dan dat wij dat kunnen sturen. Denk, wij bedoel ik ook jij. Hè? Ja. Je hebt de indruk en het gevoel dat je daar meester over bent, en eigenlijk ben je daar helemaal geen meester over. Dat is mijn ervaring. Ben je, ja, ik weet het ook niet. Ik ben nog aan het nadenken over de vraag, want ik denk dat het wel klopt dat je hoofdpersonage, die moet iets zijn, die moet een beetje sympathiek zijn, die moet een soort spanningsboog hebben en ontwikkeling en allemaal dingen, en die leidt jou in dat verhaal. Terwijl bij die nevenpersonages hangt er niet zoveel van af, dus dan ben je automatisch wat vrijer om daar in los te gaan, denk ik. Dus dat klinkt heel logisch, ik weet niet of ik het zelf ook heb gehad. Maar je hebt toch soms ook een nevenpersonage, dat jij denkt het is een nevenpersonage, en dat wordt dan veel belangrijker dan dat je aanvankelijk dacht. Ja. Dus ik denk dat, soms hebben wij als idee, je kan zeggen, Haddock dat is een nevenpersonage, maar Belangenduur is Haddock veel belangrijker dan Kuifje. Ja, dat denk ik. Ja, maar dat heb je vaak, dus dat er een personage is dat belangrijker wordt dan een titelpersonage. Hè? En je ziet het ook in Suske en Wiske, is Lambiek veel belangrijker geworden dan Suske en Wiske. Ja. Nog iemand, en die ga ik een laatste keer vragen. Er is niemand die durft, niemand die wil, jou wel, die wil. Ja, ik wil nog even inhaken op wat hier net gezegd is. In verband met die hoofdpersonages en die nevenpersonages. Het beste voorbeeld is Nero. Die begonnen is als figurant in de avonturen van Van Swann. Ja. Mooie aanvulling nog. Iemand? Ik blijf leuren. En ik denk ook, als ik erop kijk, ik denk dat ook de naamsverandering de Kiekeboer daarmee te maken heeft. Waar de eerste focus lag op Marcel, denk ik dan, met Kiekeboe. Ja, en dat je dan naar de familie bent gaan kijken, omdat ze eigenlijk allemaal heel belangrijk waren. Mm-hmm. Ja, er waren verschillende redenen voor dat ik dat veranderd heb. Ja, de voorgeschiedenis is, het was Kiekeboe, hij heette toen nog, had nog geen voornaam, dat was een poppenkastpersonage. En je ziet dat na een tijd, ja, ik heb er dan heel die familie rondgezet en zie je dat veranderen en dat gaat heel ver weg van dat oorspronkelijk gegeven. Het gaat ook naar een ouder publiek, gaat dat toe en ja, dat zat me al jaren dwars. En toen hebben we in, wanneer was dat, ik denk 2010 zoiets, een grote restyling doorgevoerd. Het formaat veranderde van de albums en toen ben ik ook overgestapt van het afschaffen. Het genre strips wat ik maakte, daar droegen de personages altijd dezelfde kleren. Het gekke was, ja, dat was in mijn jeugd ook zo. Kuifje droeg toen ook al die pofbroek die toen ook al uit de mode was. Maar niemand viel erover. Maar de jongere generatie valt daar blijkbaar wel over. Want dat kreeg regelmatig die vraag, waarom dragen die altijd dezelfde kleren? Ja, en dat was zo, dat was zo weer zo een van die stellingen. Ja, maar dan moet het beeld dat je hebt van dat personage, die moet er altijd hetzelfde aan hebben. Is dat zo? En dan ben ik beginnen experimenteren met iets andere dingen aan te doen. En dat werkte even goed. Dus we hebben toen met die restyling het groter formaat. En heb ik ook gezegd, ja, dan ga ik afstappen van die vaste kleding. Krijgen ze per album andere kleding. Wat me een heel hoop werk meer bezorgt. Want nu moet ik voor elk album gaan zoeken. Wat gaan ze nu weer aan doen? Dan heb ik ook die naamsverandering voorgesteld. En daar had ik met de uitgeverij. Ja, dan zouden we dat wel doen. Maar ik heb het er dan uiteindelijk toch kunnen doordrukken. Van Kiekeboe te veranderen in de Kiekeboes. Omdat dat eigenlijk veel meer de lading dekte. Oké, ik stap nog naar die kant van het podium. Als er dan niemand is, dan sluit ik af. Ik blijf kijken ondertussen. Zwaai vooral als je iets wil vragen.
Nee? Oké. Dan wil ik jullie heel erg danken, Miro. Amai, ik moet er alle namen opstellen. Ik ben niet gewoon Emmy de Jong, Marc Legendre, Dido Drachman en Joris Merkes. Ik ben Marianne Tuinman. Dankjewel voor je komst.